Goedemorgen, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza.nl en zoals je hoort de meteoroloog is uh, enigszins verkouden. En dat komt natuurlijk door het kille weer, want het is behoorlijk regenachtig weer vandaag in het zuidoosten van Nederland. Met name vanochtend in Limburg en ook in de Achterhoek en in het oosten van Twente regent het enige tijd bij temperaturen van 15 naar 16 graden. In de rest van het land een afwisseling van zon- en wolkenvelden, waarbij de wolken vanochtend overhand hebben en vanmiddag de zon vaker doorbreekt, maar er kan ook een enkele bui vallen. Uiteindelijk wordt het dan zo'n 18 tot 21 graden. Vanavond ziet het er allemaal wat beter uit. In Zeeland of in het westen van Zuid-Holland misschien een bui, maar elders geregeld zon niet warm, 15 tot 17 graden. Morgen wordt de temperatuur wel beter. Bij weinig wind hebben we dan een flinke zonnige periode en vooral smiddags ook stapelwolken. Heel lokaal kan er bui vallen, maar de zon die heeft echt de overhand. Maandag ook flinke zonnige periode. Ook dan blijft het droog en staat er weinig wind. En dan gaat de temperatuur verder omhoog, 21 tot 24 graden. Wordt wel de beste dag van de week, want dinsdag neemt later op de dag de buigheid toe. En vanaf woensdag wordt het nat en koel. Cool. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.